enige wat ik weet is dat Aniek heel ziek is. En daar we er alles aan willen doen, dat ze beter wordt. En als dat dan aan de andere kant van de wereld is, gaan we daar naartoe. En dat hebben we dus ook gedaan. Oh, dit kan wel eens menens zijn. Dit kan wel eens best wel heftig gaan worden. En dat is het inderdaad geworden. Je ziet nog steeds wel de Aniek van vroeger, alleen het is wel een heel ander meisje geworden. Aniek is nu al bijna 7 jaar ziek. Dus in 2009 is dat zo'n beetje begonnen, dat de eerste symptomen begonnen. Dat ze dus niet meer kon praten, niet goed meer kon bewegen, niet meer kon lopen. En dat zijn gewoon ook momenten geweest dat ik zoiets heb van jongens, er moet gewoon iets gebeuren. Je zorgverzekeraar niet thuis geeft en die zegt van nou, zolang wij geen diagnose hebben van een bepaalde ziekte die vastgesteld is door een Nederlandse arts, vergoeden wij je niet. En je hebt het idee dat je loopt te zeuren als een klein kind, dat je je gelijk wil hebben. Maar hier hebben we het over het leven van Aniek en de kwaliteit van het leven van Aniek. Dus ik blijf doorzeuren. The real life. En als je dan een glimlach opzet, dan ziet niemand dat er wat aan de hand is.